De Frisse Oren is een collectief van 12 muzici dat muziekvoorstellingen maakt voor het allerjongste publiek. Voor kinderen van 6 maanden tot en met 6 jaar. Voor elke voorstelling wordt een nieuwe muziek geschreven op de huid van de muzici en passend binnen de spanningsboog van de jonge doelgroep. En dat doen we in hele bijzondere theatrale settingen. Heel kleinschalig, want ons publiek is nog heel klein. Dus het is belangrijk dat ze er met de neuzen bovenop kunnen zitten. Bij sommige van onze voorstellingen mogen ze zelfs in de voorstelling komen zitten, echt in het decor. Ja, bij ons is het decor meestal een derde speler in de voorstelling. Het is een decor waar je niet naar kijkt, maar je bent echt in het decor. Dus het is om je heen, waardoor het heel erg een zintuigelijke beleving wordt. Het leuke is bij, als je voor deze leeftijd maakt, is dat je eigenlijk niet heel erg in de psychologie hoeft te zitten, maar heel erg kan denken vanuit kleur of materiaal of zintuigelijkheid. En niet te zoeken naar verhaal of betekenis, maar dat het juist heel erg gaat over wat krijg je mee, wat ervaar je en ook de interactie tussen de kinderen en de muzikanten en de ouders. Ik denk dat het bijzonder is omdat het zowel voor de kleintjes als voor de ouders heel erg leuk is. Dus dat er interactie is. En dat je een beetje veilig aan de kant kan kijken, maar je kan er ook helemaal in mee en echt op het podium zelf terecht. En dat is volgens mij bijzonder, dat dat tegelijkertijd bestaat. So I composed this specific composition Wiegeling to be in relation with the decor. You have this decor where also they see different worlds, let's say, but also the music is kind of hearing also different worlds and different musical genres en rhythms. Het is heel leuk om voor die kleine kinderen te spelen en ook wel heel anders dan voor wat grotere kinderen. We merkten in het repetitieproces ook echt dat we op een gegeven moment niet meer verder kwamen omdat we die kinderen echt nodig hadden. Ze zijn echt een extra speler in de voorstelling. We spelen alle muziek akoestisch, dus de kinderen krijgen de geluiden van de instrumenten echt mee zoals ze zijn. En doordat het niet uitversterkt is, horen ze ook heel direct waar het geluid vandaan komt. En de instrumenten komen ook echt heel dichtbij. Soms hebben we voorstellingen waarbij ze tijdens de voorstelling al echt de vloer op kunnen om een kijkje dichtbij de instrumenten te komen nemen. En anders komen we zeker na de voorstelling nog bij ze naar ze toe met de instrumenten, zodat ze echt even kunnen voelen, aanraken en ook de geluidsgolven van heel dichtbij kunnen ervaren. Voorafgaand aan iedere voorstelling die we gaan maken, doen we onderzoek te midden van de doelgroep. Dat betekent dat we een tijd lang werken in een kinderdagverblijf bijvoorbeeld, als we iets voor een heel jonge doelgroep gaan maken. Wat we daar doen is alvast wat muziek uitproberen en dan heel erg kijken van hoe reageren de kinderen op het geluid en op het idioom van het instrument. Hoe dichtbij kan je ermee komen? En datzelfde geldt voor de materialen die voor decor gebruikt gaan worden. Die nemen we alles mee naar binnen. Daar gaan we mee spelen. Het is ook heel interessant voor ons om te zien wat zij ermee gaan doen. Dus het is een hele mooie wisselwerking als spelend met elkaar, leren van elkaar. En inspiratie opdoen die we echt meenemen in het eindresultaat. De voorstellingen van Frisse Oren landen in concertgebouwen, theaters, buurtcentra. Maar ze worden ook veel als schoolvoorstellingen gespeeld en in kinderdagverblijven. En als je dat vertaalt naar Utrecht, dan zijn we een vaste bespeler van Tivoli Vredenburg. En in de stad Schouwburg, Theater Kikker, Podium Sprits, Het Wilde Westen. Dus ook echt de wijkcultuurhuizen. We hebben nauwe contacten met verschillende kinderdagverblijven. Via cultuur en school spelen we veel schoolvoorstellingen in de stad. Ja, we landen eigenlijk overal waar kinderen te vinden zijn. Heel mooi met alle verschillende geluiden en de rust en de herhaling en toch de afwisseling. En ook alle verschillende zintuigen, dus met de wind. Het is vooral leuk dat het voor zulke hele jonge kinderen is, want vaak zijn kinderconcerten vanaf een jaar of 5. En nu konden wij ook naar een concert, hè? Oh, geweldig, ik was helemaal onder de indruk. Hoe komt dat? Ik wel willen hebben toen ik jaar of 3 was of zo.